Ik blijf waarnemend CEO van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Met deze bevestiging ontkracht Stephen Gonesh berichten in de media waarin werd gesuggereerd dat hij zijn functie per 1 december zou neerleggen. Gonesh legt aan de STVS nieuwsredactie uit dat hij op 25 oktober 2024 per brief aan de Raad van Commissarissen had aangegeven de vaste aanstelling als CEO van de SLM niet te ambiëren. Ik wens niet in de vaste aanstelling te gaan als CEO. Ik blijf in het bedrijf. Ik heb ook geen ontslag ingediend als CEO. Nogmaals, ik ben in de waarneming als CEO. En dat is dat blijft zo totdat de aandeelhouder anders beslist. We hebben de komende week een aandeelhoudersvergadering. En ik denk, ja, laten we even afwachten wat daarop gebeurt. Voor de rest ben ik onderdirecteur operations bij de SLM en ook vlieger. En al dat soort zaken gaan gewoon door. Gonesh benadrukt dat dit besluit een persoonlijke kwestie is. Volgens hem zijn er geen problemen tussen hem en de aandeelhouder. De bedrijfsvoering gaat zoals gewoonlijk door en alle beleidsmaatregelen die zijn uitgestippeld worden volgens de waarnemend CEO normaal uitgevoerd. Ik wil natuurlijk ook benadrukken hoor, dat de SLM volledig voortgaat. Er zijn geen issues. Ook het bedrijf zal niet stuurloos zijn op geen enkel moment. De processen, de vluchten, alles gaat normaal door. Ook de mooie dingen die we in het vooruitzicht hebben, gaat ook gewoon door. Dus er wordt gewoon rustig doorgewerkt. Die stappen blijven we zetten richting gezond maken van het bedrijf. Nogmaals, het is een bedrijf dat het niet geweldig deed de afgelopen periode. We zijn stappen juist voorwaarts aan het zetten om dat juist in beter vaarwater en ik zou zeggen misschien beter vliegweer te brengen. En daar doen we goede stappen in. Er zijn bepaalde cruciale zaken die we nog moeten doen. Zoals de invulling van de vloot op de Amsterdam-operatie weer. Om daar ook een beetje consistentie in te hebben. Maar ook daar hebben wij goede stappen gezet. In de zin dat ook al is het een tussentijdse maatregel. De maatschappij waarmee wij nu vliegen op de Amsterdam-operatie. Die blijft vliegen tot het moment dat SLM een eigen vliegtuig heeft. Zijn besluit staat los van het vertrek van Lars de Brabander, onderdirecteur commerciële zaken, die volgens mediaberichten 5 maanden geleden heeft bedankt. De OD zelf, die hebben wij een paar maanden geleden binnengehaald bij de SLM. Dat is een goede stap geweest naar mijn mening zelf. We hebben wat werk kunnen verzetten hier in die afgelopen 5 maanden dat die OD er was, meneer Lars de Brabander. En ik kan u zeggen dat uiteindelijk de heer de Brabander op ook vanwege persoonlijke redenen toch heeft gevraagd van ja, kijk, het was toch wel misschien een beetje anders dan hij had verwacht als het gaat om zo lang van huis te zijn elke maand en maar een weekend per maand thuis te zijn op jouw thuisbasis. Dat is niet voor iedereen eenvoudig en blijkbaar zijn er wat redenen die voor hem gegolden hebben om te zeggen van ja, weet je, ik ben bereid SLM nog verder te ondersteunen, maar dan op een ander soortige manier. En ja, we zijn in contact en het is allemaal in goed overleg gegaan. Ondanks het gebrek aan ambitie voor de vaste aanstelling als directeur, blijft Gonesh zich inzetten voor de verdere gezondmaking van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Volgende week dinsdag zal de aandeelhouder een besluit nemen over deze kwestie.